Welkom bij deze nieuwe video. Jongens, ik ben weer vandaag bij jullie terug met een prachtige collectie. En het is de nieuwe kerstcollectie van Kiko, de Holiday Fable collectie. En altijd als ik een collectie van Kiko test, dan kun je er al standaard van uitgaan dat de verpakkingen prachtig gaan zijn. Kiko is het beste betaalbare make-up als het gaat om verpakkingen. Het is echt amazing. En deze collectie ook weer idem dito. En vandaar dat ik er ook vandaag zo feestelijk uitzie, want dit is hun holiday collectie, hun kerst 2021 collectie. Ik heb het ontvangen in PR. Ik heb helaas niet de hele collectie ontvangen, maar wel een heleboel producten. En die gaan we vandaag testen. Het is limited edition, dus als je iets wilt hebben, ga dan snel naar de winkel of bestel online, want anders is het straks weg. Kiko heeft elke 3 of 4 maanden een nieuwe collectie en het is altijd limited. Ik heb ook een aantal jaar geleden bij hun gewerkt. En ja, dat was altijd wel een van de dingen die ik een beetje minder vond, is dat bijna elke nieuwe collectie limited edition is. Dus als je iets heel fijn vindt, dan gaat het wel weg. Dus als je iets fijn vindt, sla er gewoon gelijk een aantal in. Qua kwaliteit is het vaak ook wel goed, af en toe ook niet, maar vaak ook wel. Dus ik ben weer heel benieuwd wat ik ervan ga vinden. En we gaan dit gewoon samen reviewen vandaag. Dus vind je het nieuw leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, ik heb mijn basis make-up al gedaan, want daarvan heb ik niks ontvangen. Ik zie online wel dat de collectie wel een gezichtspaletje heeft, foundation, etc. Maar die heb ik helaas niet gekregen. Dus dat heb ik al aangebracht. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten. Dus wel gewoon echt een hoop. Ik heb het ook ontvangen in het mooiste tasje ever. Kijk even deze prachtige gouden beauty bag. En dan binnenin zit een hele grote spiegel. En het kan zo dicht, want er zit een soort van zak binnenin. En je kunt dan die zak zo openen, al je make-up erin doen. En dan als je zo hier aan trekt, dan gaat die zo helemaal dicht. En dan is je make-up goed beschermd. Ik vind dit echt geweldig. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik heb al een heleboel make-up tassen, maar zoiets heb ik niet. En hij is ook gewoon hard, dus lekker stevig. Daar hou ik van. Echt ideaal voor op reis. Als we weer op reis kunnen. Straks, hopelijk. Oké, alles is heel mooi rood. Ik wilde zeggen rood en goud en ik veranderde het in rood. Alles is heel mooi rood en goud. I love it. Vandaar ook mijn rode achtergrond en mijn gouden paillettenkleding. Ik ben lekker heftig vandaag. En we gaan vandaag beginnen met de ogen. Dit is het Kiko A Holiday Fable Celestial Eyeshadow Palette. Het paletje ziet er echt super duper mooi uit. Heel mooi bordeaux rood. En er zit een hele mooie print op gegraveerd. I love it. Het is een palet met 12 volle kleuren met smeuïge textuur en matte effecten, metallics met cream textuur en echte statement kleuren met glinsterend effect. En binnenin krijg je ook een klein kwastje. Nou, met dit kwastje gaan we echt helemaal niks doen natuurlijk, dus deze haal ik er gewoon uit. Ik moet zeggen, de verpakking is heel mooi. Ik ga deze video 20 keer herhalen hoe mooi ik de verpakkingen vind, maar het voelt wel een beetje goedkoop aan. Als je het zo voelt, het is heel licht, het voelt een beetje, ja, gewoon heel goedkoop plastic aan. Dat wel. Maar ja, het is ook wel gewoon een betaalbaar paletje. Hoe duur is die? €25, ja. Het is niet heel goedkoop, maar ook niet heel duur. Ik ben niet zo'n fan van de inhoud. Ik ben niet zo'n fan van hoe dit er van binnen allemaal uitziet. Het ziet eruit alsof het een beetje slechte kwaliteit gaat zijn. Ik weet niet of dat echt is. Maar zulke paletjes zijn meestal wel slechte kwaliteit die er zo uitzien. Ik vind deze twee kleuren hier echt heel mooi eruit zien. Oeh, het voelt heel smeuïg aan. Ik ga gewoon even een paar kleuren swatchen. Oh, ze voelen wel goed aan. Kijk dit, heel veel pigment. Oké, ik vind de kleuren wel heel mooi. Zo heel mooi bordeaux, glitters. Echt heel erg kerstachtig, dus dat vind ik wel fijn. En ik vind het ook fijn dat we een spiegel krijgen. Hij is ook heel fijn om vast te houden. De ideale grootte om zo in je hand vast te houden. Dat vind ik altijd wel comfortabel. En ja, hiermee ga ik gewoon een hele mooie kerstlook creëren. Ik heb al een kerstlook gemaakt hier op mijn YouTube kanaal. Die video staat al online. Dus dit wordt een soort van de tweede kerstlook voor dit jaar. Laten we inzoomen. Ik heb mijn ogen al gepruimd met concealer en gezet met poeder. Dus die stap kunnen we overslaan. Ik denk dat ik gewoon vandaag voor een hele mooie smoky bordeaux draagbare look ga. Ik ga beginnen met deze matte kleur hier beneden. De kleuren hebben geen namen. Er staan achterop wel getallen. Dus de kleuren zijn wel een getal, maar er staan verder geen namen op. Ik breng die kleur aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Cast. En die gaat zo in mijn hele arcadeboog. Oeh, er komt gelijk veel kleur vanaf. Dat had ik niet verwacht, maar ik vind het wel fijn. Wow, dit ging echt heel snel en heel makkelijk. Oké, nou dit begint echt al heel goed. Er zijn by the way niet echt heel veel matte kleuren. Er zijn slechts 1, 2, 3 matte kleuren. Deze hier zijn echt allemaal bekant glanzend. En die hier zo in het midden, die zijn het meest heftig. Dus ja, als je houdt van matte looks, dan gaat het niet echt het paletje zijn voor jou. Dan ga ik in met de iets donkerdere matte kleur hier. Het paletje valt ook heel tijd dicht. Dat is wel een beetje vervelend. En die kleur gaat ook zo in mijn arcadeboog.
En dan breng ik die twee matte kleuren ook aan op de onderste wimperrand. Oké, dan ga ik nou aan de slag met de glanzende kleuren. Ik ben al heel enthousiast over deze twee matte kleuren. Goede pigmentatie en ze blenden heel fijn. Nou wil ik ingaan met deze glanzende kleur hier. Die pak ik gewoon een klein beetje op met mijn vinger. Hij pakt goed veel pigment op. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Dit is gewoon een normale glanzende kleur. Dit wil ik eigenlijk doen als basis voor die heftigere glanzende kleur die ik hierna ga aanbrengen. En dan kan ik ook gewoon gelijk de kwaliteit zien van deze kleur. Want aangezien dit een testvideo is, wil ik ook gewoon veel kleuren testen. Maar dit gaat echt top. Ik hoef het eigenlijk niet eens meer te blenden met een kwast. Ik heb het al helemaal gewoon goed kunnen blenden met mijn vinger. Zonder al te veel moeite. Deze video vandaag gaat echt heel goed. Oké, dit is heel mooi. Je zou het gewoon zo kunnen laten, maar ik wil het heftiger. Dan ga ik nu in met deze hele heftige kleur hier. Die pak ik ook weer op met mijn vinger. Dit is een beetje roze en goud door elkaar, zeg maar. Een beetje zo rosé. Dit ziet er zo mooi uit. En dit breng ik aan over mijn hele ooglid. Wow, het voelt ook heel zacht aan. Het voelt heel velvet aan of zo. Altijd als ik een kerstcollectie review, dan wil ik ook wel echt dat er wat heftige kleuren bij zitten. Want hè, het is een feestdag, dus het mag allemaal wel een beetje extra zijn. Ja, dit vind ik echt heel mooi. En dan gewoon met een schone kleine kwast blend ik het een beetje uit zo bij de randen. Zodat het mooi smoky is. Heel mooi. Ik had wel iets meer goud erin gewild. Dat had ik ook een beetje verwacht, maar... ja, dat is niet. En die kleur heeft wel een heel klein beetje fallout, maar je kunt het gewoon zo eraf vegen. Heel mooi, maar naar mijn mening nog niet heftig genoeg. Ik wil ook nog ingaan met deze gouden heftige kleur hier beneden. Die pak ik ook gewoon weer met mijn vinger. Die is wel echt super goud. En daarmee wil ik er gewoon een klein beetje overheen gaan om wat meer goud aan te brengen. Ja, dit is echt een hele mooie mix. Dit was eigenlijk wat ik een beetje verwachtte van die andere kleur alleen. Maar als je ze gewoon allebei zo mixt, dan krijg je dat effect ook. Dus dat vind ik wel mooi. Wauw, kijk hoe mooi. En dan weer allemaal een klein beetje uitblenden bij de randen. Blend niet te veel, want anders blend je het gewoon helemaal weg. En dat wil je ook weer niet. Ik ga even de belichting een beetje omlaag doen. Ik heb het gevoel dat ik een beetje overbelicht ben. Ja, dit is beter. Kijk hoe mooi dit is. Dan ga ik in met de licht glanzende kleur hier. En die wil ik zo hier in de binnenste ooghoek aanbrengen om het te verlichten. Oké, ik vind die kleur niet zo glanzend genoeg. Pak ook nog deze lichte glanzende kleur. Die lijkt ook echt iets heftiger in het paletje. Ja, kijk wat een verschil. Super mooi. Ik vind het wel heel fijn dat je een heleboel verschillende texturen krijgt in dit paletje. Dus je kunt gaan voor wat je wilt. Als je wilt gaan voor heel heftig, dan pak je even van de vier kleuren in het midden. En als je voor wat minder wilt gaan, pak je even van de glanzende kleuren eromheen. Zo is er echt voor ieder wat wils. Dat vind ik wel fijn. Maar ik vind dit echt heel mooi. Ik denk dat ik ook nog een beetje van deze niet zo hele heftige glanzende kleur pak. En die breng ik dan ook nog een beetje onder mijn wenkbrauw aan. Ik vind het nooit zo mooi als het daar te veel glanst. Maar een beetje glans is wel mooi. Dat geeft zo'n gelift effect. Dit is echt top. Ik heb echt niks erop aan te merken. Het bracht makkelijk aan, snel aan, goed gepigmenteerd. Ik was net allemaal aan het klagen over dat ik niet zo ver ben van de inhoud. En dat het eruit ziet alsof het slechte kwaliteit is. Bla bla bla. Maar uiteindelijk ben ik toch wel echt... heel blij hiermee. I love it. Dan is het tijd voor mascara. Dit is de Kiko A Holiday Fable Miracle Lash Makeover Mascara. Dit is een mascara met 12 uur lang houdend intens kleurresultaat en volumeverhogend effect. En het borststotje ziet er heel apart uit. Hij is zo zeg maar gebogen en hij buigt dan weer terug onderaan. Oké, hij moet dus 12 uur goed blijven zitten en volume geven. De verpakking is gewoon heel simpel, heel goud. Kiko heeft heel vaak zo'n verpakking voor hun mascara's. Laten we het gewoon gaan proberen. Ik ben heel benieuwd. De borstel ziet er op zich wel gewoon goed uit. Ik heb wel hele korte slechte wimpers, maar goed. Ik ga wel mijn wimpers krullen. Kijk even deze volume in mijn wimpers. Jullie weten, ik heb crappy wimpers die je amper ziet, maar dit is echt amazing. Het geeft volume, maar het geeft ook lengte. Het borststotje is heel smal en heel klein, dus je kunt makkelijk zo helemaal vanaf de onderkant vastpakken en zo omhoog trekken. Het is ook een beetje een plakkerige formule en daar ben ik heel blij mee, want dat houdt altijd goed mijn wimpers vast. I love it, echt waar. Ik vind het echt fantastisch. Maar omdat ik slechte wimpers heb, ga ik wel ook nep wimpers aanbrengen. Ik ga TL4 Faux Mink Lashes aanbrengen van Tati Lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug en ik kijk ook dat ik een wing ga aanbrengen. Want ik denk dat dat wel mooi is met deze look. Ik kom zo bij jullie. Daar ben ik weer. Obsessed met deze ooglook. De wing heeft het ook echt afgemaakt. Dat vond ik wel een mooie bijdrage aan deze ooglook. De mascara was ook echt geweldig voor de onderste wimpers. Geeft echt veel volume. I love it. Ik ben echt een fan. Nou ga ik verder. Ik heb mijn gezicht al gebronst en ik heb al blush op. Maar deze collectie heeft ook een highlighter. Dit is de Kiko A Holiday Fable Define Glow Highlighter. En ik heb hem in de kleur 01 Secret Gold. Ook weer zo'n prachtige ronde verpakking. Net als het oogschaduwpaletje. En dit is dan de inhoud. Kijk even hoe mooi, luxe en chic dit eruit ziet. En je krijgt ook een grote spiegel. Deze highlighter heeft een metallic finish. En dat vind ik persoonlijk altijd heel erg mooi. Want dat smelt altijd zo mooi in je huid. De kleur is ook echt perfect voor mij. De andere kleur is...
is 02 brons. Brons is iets donkerder. Dus deze kleur is echt perfect voor mij. Ik vind het zo mooi. Ik wil het bijna niet eens verpesten en swatchen. Maar ik ga het toch gewoon doen. Wauw, heel mooi goud. Dit is echt de ideale kleur voor mijn huidskleur. Ik ben hier echt heel enthousiast over. Ik pak mijn Morphe R36 kwast. En dan ga ik het gewoon aanbrengen. Hij is wel een klein beetje poederig. Heel mooi. Helemaal niet poederig op mijn gezicht, godzijdank. Ik was eventjes bang toen ik zag dat het zo poederig is. Het is wel wat minder heftig dan dat ik had verwacht. Maar dat maakt het niet slecht, want het is nog wel gewoon goed te zien en zo. En niet iedereen wil helemaal zo'n heftige glow op het gezicht. De kleur is echt geweldig. Oké, meestal is metallic echt heftig en een beetje een andere formule. Dit vind ik niet echt metallic. Het is gewoon een normale, ja, poederige highlighter, zeg maar. En het is ook niet heel heftig. Ik raad ze alleen maar aan voor, ja, een beetje een everyday lookje of zo. Voor mij persoonlijk vind ik het niet, ja, heftig genoeg. Hier ook op mijn neus, er komt niet heel veel van af. Dus ik ben niet zo'n fan. En ik weet dat niet iedereen heftig wil, maar ik heb mooiere gezien die niet zo heftig zijn. Ik weet niet, ik vind het toch iets te... iets te flat of zo. Het is niet genoeg glans. Niet genoeg effect. Het is gewoon alsof ik een normale glanzende oogschaduw of zo nou aanbreng op mijn gezicht. Ik dacht dat ik hier heel enthousiast over zou gaan zijn. Maar het valt een heel klein beetje tegen. Dan heb ik twee producten voor de lippen. Een lipstick en een lipmousse. Ik ga beginnen met de lipstick. Dit is de Kiko A Holiday Fable Enchanting Lipstick. Ik heb hem in de kleur 04 Sparkling Wine. Dit is de verpakking gewoon echt heel normaal goud. Er staat ook echt verder helemaal niks op. En kijk even hoe deze lipstick eruit ziet van binnen. Prachtig. En dat is nog een understatement gewoon. Kijk die mooie glitters. Jongens, ik kan hier niet mee. Ik kan niet eens beschrijven hoe prachtig ik dit vind. Wauw. Ik heb dus paars. Ze hebben nog drie andere kleuren. Vier kleuren in totaal. Die andere drie kleuren zijn wat meer draagbaar. Roze, rood en nude bruin. En ze hebben mij de meest heftige kleur gestuurd. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd of die glitter echt ook helemaal erin gaat. Het is een beetje zo metallic. Kijk even dit. Wauw. Het is niet echt heel metallic. Het is wel een beetje zo glitterig. I love it. En de glitters zijn er ook echt helemaal in. Ik heb het nou zo geswatcht. En normaal als het gewoon zo'n overlay is, zo'n glitterlaag, dan was het er nou afgegaan. En dat doet hij niet. Dus de glitter zit er echt helemaal in. Dus dit is de kleur die je gewoon iedere keer gaat krijgen als je hem opdoet. Ook superveel pigment. Ik had hem zo graag gewild in een van de andere drie kleuren die iets meer draagbaar zijn. Maar goed. Misschien als ik hem echt heel mooi vind, dat ik gewoon een van de andere drie kleuren ga halen in de winkel. Nou, ik dacht dat het niet ging staan met de look, maar ik vind het op zich wel staan. Wauw. Echt heel mooi. Het is super creamy. Het is absoluut geen matte lipstick of zo. Dit is echt wauw. Ik ben, ja, wauw. Dit is echt, dit is zo extra, maar zo mooi. Echt, echt een goede kerstlipstick. En het staat gewoon echt heel mooi met de look. Misschien dat ik hem wel echt ga opdoen als het echt kerst is. Nou, dit is echt al een succes. Ook heel goed gepigmenteerd. I love it. Dan gaan we nou in met de mousse. Dit is de Kiko A Holiday Fable Eternal Matte Lip Mousse. De verpakking weer heel simpel. Mooi goud en zo'n frosty verpakking. En ik heb hem in de kleur 04 Perfect Brown. Dit ziet er heel mooi uit. Het is dus de kleur 4 brown of iets. Perfect brown. Maar als ik er zo naar kijk, vind ik het best wel een rood. Dus ik weet niet waarom die kleur zo heet. En het is een matte lipstick met een mousse textuur. Dus als je het aanbrengt, voelt het aan als een mousse, maar het droogt mat op. Oké, laat ik even deze prachtige lipstick die ik nou op heb eraf halen. Wel fijn dat ze echt allebei heel anders zijn. De lipstick is dus echt heel creamy. En de mousse is echt mat. Dan is het echt ook weer voor iedereen wat wil. Oh wow, zelfs als je het eraf haalt, blijven heel die glitters nog helemaal zo op je lippen. Oké, dit is dan hoe de applicator eruit ziet. Zo plat en schuin, zeg maar. Super mooi. Even een beetje laten opdrogen. Want nou is hij nog een beetje zo moesachtig. Hij brengt super aan. Veel pigment. De applicator is ook heel fijn. Je kunt heel makkelijk zo'n hele rechte rand maken. Je hoeft niet nog in te gaan met een lippotloodje. Ik zie nou ook waarom de kleur een beetje bruin wordt genoemd. Ik vind hem alsnog rood. Maar het is een rood met een bruine ondertoon. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er staat ook op dat het naar framboos ruikt. Ik ben verkouden, dus ik ruik nou niet echt iets. Dus ik kan helaas niks zeggen over de geuren vandaag. Oké, nou is hij wel opgedroogd. Hij voelt inderdaad echt comfortabel aan. Dat stond al online, maar ja, ik ervaar het ook gewoon echt zo. Heel fijn. Deze twee lipjes zijn echt top. Deze hele collectie is tot nu toe gewoon echt top. I love it. Maar we zijn nog niet klaar, want we hebben nog het laatste product. Ik heb hier de Kiko A Holiday Fable 4-in-1 Lavender Face Mist. Prachtige gouden verpakking. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Helemaal doorzichtig. En er zitten zo van die lavenderblaadjes in. Dit is echt weer super duper mooi. Echt 10 punten voor de verpakking van hun. En hij is slechts 15 euro. Super duper mooi. Het is dus een multi-action gezichtsspray. Dat houdt in dat je het voor van alles kunt gebruiken als prachtig.
primer, als refresher, als after finish spray, als wat jij wil. En het geeft dan gewoon een boost van hydratatie. Ik heb me ook al vandaag gebruikt als primer voordat ik mijn make-up had gezet. Ik vind alleen de spray niet zo fijn. Ik weet ook niet of je echt naar lavende ruikt, vast wel. Maar nogmaals, ik ben verkouden. Ik ruik op het moment echt helemaal niks. En er staat dat het een zachte mist heeft, maar dat heeft echt helemaal niet. Het heeft best wel een agressieve spray en dat is niet zo fijn. Maar ik ga hem toch weer eventjes opsprayen. Het geeft wel echt hydratatie. Dat had ik net ook al door toen ik hem als primer had gebruikt. Maar ik ben gewoon echt niet zo'n fan van de spray. En als ik een spray gebruik, is het belangrijk dat ik een fan ben van de spray. Dus dat is eigenlijk al gewoon genoeg reden voor mij om hem niet meer te gebruiken. Maar ik vind hem wel echt prachtig eruit zien. Dus ik vind het heel jammer dat hij niet gewoon zo'n hele fijne zachte spray heeft. Ja, het geeft wel echt prachtige hydratatie aan mijn gezicht. Zie je dat? Maar ja, ik heb al genoeg sprays die dat ook doen. En gewoon fijn sprayen. Het is helaas. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de kerstcollectie 2021 van Kiko. Wat vinden we ervan? Wat vinden we van de make-up look? Van de producten? Ik ben zo blij met het eindresultaat. Ik vind het echt prachtig. Er zijn eigenlijk maar twee dingen die ik niet per se aanraad. En dat is de spray. Nogmaals, want de spray is gewoon te agressief. En deze highlighter formule, it just ain't it. Ik vind het iets te poederig en het geeft niet genoeg glans. Voor de rest raad ik echt alles aan. Dit paletje super duper mooi en fijn in gebruik. Allebei deze lippies heel comfortabel. Lekker veel pigment. Makkelijk aan te brengen. En deze mascara geeft echt alles wat je nodig hebt. Volume, lengte, gewoon fantastisch. Dus ik ben echt heel enthousiast weer over de collectie. Slechts twee producten waar ik niet zo enthousiast over was. Voor de rest vind ik het allemaal heel fijn. Het gaat gewoon hier bij mijn collectie. En het gaat gewoon echt worden gebruikt. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk als jullie ook echt reacties achterlaten en zo, want dan heb ik een beetje interactie en dan is het niet alsof ik gewoon met mezelf praat. Al met al vind ik dit ook echt een ideale kerstlook. Super duper mooi en draagbaar. I love it. Nou, vond je de video leuk? Geef niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!